waarvan ik vind dat iedereen dat boek gelezen moet hebben. Dat is Kloppen op een deur van William Motley, een hele oude. Toen ik jong was, heeft dat enorme indruk op me gemaakt. Ik heb hem naderhand, toen mijn dochter die leeftijd had laten lezen, die was er ook helemaal weg van. We hebben dan een boekenclub en ze hebben zoiets van, ja, iedereen moet dit lezen in de club. Alleen er zit één voorwaarde aan. We mogen het niet via het internet bestellen of wat dan ook een oproep doen. Het moet op een rommelmarkt of whatever moet je hem vinden. En we hebben nu 7 exemplaren, dus we zijn nog op zoek naar 2. En dan gaan we met z'n allen lezen. En waarom moet iedereen het lezen? Omdat het eigenlijk voor een boek wat zoveel jaren oud is, nog zo actueel is. Want dit soort dingen gebeuren nog steeds. Een rechtssysteem wat nog steeds in heel veel landen niet echt werkt zoals het moet werken. En dat je zelfs als lezer je zo machteloos voelt. Je voelt je machteloos van wat er gebeurt. Dus daarom, gewoon lezen.